Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Het is 7 uur en het is tijd voor eigenlijk een video, maar... Het is geen 7 uur. Jawel, nee, maar het is nu niet 7 uur, maar dadelijk wel. Of nu als mensen kijken de video, is het 7 uur. Oh, maar misschien kijken ze het om 8 uur. Nee, ze kijken het om 7 uur. Nou, intro. Okay, people, let's go to work. Oké, mensen, welkom terug naar het intro. En je zou je denken, Vincent, is je kamer verbouwd? Ja, inderdaad. Ja. Kijk. Mooi nieuw bed voor mij, met bloemen. Laat je mijn kamer zien. Schattig. Roomtour. Nee, dit is geen room. Dit is niet mijn kamer. Ik ben weer Roy op vakantie eigenlijk. Alweer? Alweer, ja. Oh, nou, ik ga wel weg. Ik ga wel weg, nee. Okay. En, is die uit? Ja, want dat is de computer die heel hard... Oh, er is heel hard geluid van een computer. Dat is een turbo-machine. Ja, weet je niet of die dat opvangt. Ja. Mensen, welkom bij deze beetje verstrooide video. We gaan een beetje praten en babbelen met jullie. Zie je het als een theeluid extra? Ja. Met mij. Met Roby. Dit keer samen. En we willen het met jullie hebben over dat wij eigenlijk alleen maar leuke dingen hebben gedaan. Terwijl de zon niet eens schijnt hier. Ik dacht, ik ga op vakantie naar... Limburg, aan de andere kant van Nederland. En ik had een beetje gehoopt op een beetje zon. Dat we lekker in het zwembad konden genieten. Misschien naar het strandje konden gaan. Misschien wat lekker konden zonnen in de tuin. Maar dat zit er gewoon niet bij. Het is alleen maar koude wind, regen. Zelfs onweer gaat er komen. En ja. Heel donker ook. Heel grauw en grauw. Koud. En koud. En wind. En wind. Geen zon. En geen zon. Nou, heel even, maar dan gaat hij weg. Dat zeg ik. Niet waar. Nee, klopt. Weet je wel wat ik zeg? Nee, het is inderdaad een beetje grauw weer. En koud en ja. Maar we waren vanochtend om, hoe laat vertrokken? 11 uur? Gingen we naar het zwembad hier. Ja. En je ziet het niet meer. Ja, ik keek naar meteen gelijk, want... Oh ja, nee. Zeker. Ja, nee, dat is niet zeiken. Zeker. Er was één zwembad, of één glijbaan op de site gezien met donker en lichtjes en geluidseffecten. Nou, ik heb geen geluid gehoord. Roby wel, die hoorde keiharde bam, bam, bam tegen die zijkant van die glijbaan aan. Maar dat kwam meer omdat ik eigenlijk, rondjes lag te draaien. Rondjes lag, ja. Weet je wat, die glijbaan ging rond zo. En op een gegeven moment ging die een andere bocht maken. En toen vloog ik, zeg maar, als je op je rug ging, kwam je, zeg maar, op je buik terecht. Want je vloog gewoon dubbel, of je vloog gewoon om zo. Maar ja, het was geen kindvriendelijke glijbaan, vond ik zelf. Maar wel apart, wel leuk. Je moet er gewoon normaal ingaan en niet zoals jij dat deed. Hoe moet je... ging echt op dat einde, ik hoorde je kuil... Ja, nee, klopt. Maar dan komt dat, zeg maar, als je een vaart maakt, dan ga je te hard. En dan ga je in die bocht, ga je nog harder. En dan maak je die bocht en dan echt, ga je omvallen. Dat doet geen pijn, zeg maar. Nou, bij mij maar wel. Mijn teen was rood. Een zeikertje. Nee, want ze hebben het zelf gezien. Mijn teen was rood. Dat heb je zelf gezien. Ik heb het nog aangewezen. Zag dat zo. Doe normaal, man. Het was gewoon een rotbaan. Ik weet heus wel of een baan vloeiend is of niet. Maar toen houd toch op. Het was gewoon een rotglijbaan. Klaar uit. Maar wel leuk. Want we zijn wel echt 7, 8 keer gedaan. Nou, 10 keer. En wij zien. Mijn scheiding moet nog maar. Mooi, man. Oh, het in mijn ogen. Het regent nu. Je prikt in mijn ogen. Het regent nu. We zijn op tijd gewoon terug. Oh, gelukkig, ja. Echt nice, want we gingen op de fiets. En dat moest zo'n heuvel op. En nog eens op. En nog eens op, ja. Een paar heuvels op. En gisteren, waar zijn we gisteren geweest, Roy? Naar de bioscoop. Bioscoop. En wat hebben we in de bioscoop gedaan? Een film gekeken. Echt niet normaal. Echt niet normaal. We kijken gewoon films in de bioscoop. Echt, nou, had ik niet verwacht. We zijn naar Dawn of the Planet of the Vincents geweest. We zijn naar de film geweest... Dawn of the Planet of die Roby's. En deze film is helemaal gebaseerd op Roby. Hoofdrol, speelster. Je ziet er gewoon, nou, je ziet er 50 keren in die film. Zelfs gewoon 60 keer op één beeldscherm, bij wijze van spreken. Je zag jou 60 keer op één beeldscherm.
80 of zo. Mijn vader. Oh, neem maar op. Ik ga wel even opnemen. Ik zou dan niet hier gaan bellen. Want dan horen mensen mij praten. Denkt die vader ook van, waarom praat hij in zichzelf? Nee, Roy kreeg een telefoontje, maar ik ga gewoon verder met jullie. Ik heb genoten van die bios. Ik heb echt een paar treintjes achtergelaten op het einde van de film. Ongelooflijk hoe ze Dawn of the Planet of the Apes hebben gedaan. Echt fantastisch gedaan. En het is gewoon een prachtig vervolg. En ik kan binnen nou weer? Ja, ik hoorde niks. Oké. Okay. Spanje, hè? Ja, de auto zit in Spanje. En wij zitten hier in dat vreselijke Nederland. Heel de week is het gewoon grauw en kut weer. Ik mag normaal niet schelden, maar netjes maar uitgedrukt. Er is geen verschil dan dat je thuis zat de hele week achter je computer of dat je nu gewoon bij mij bent en leuke dingen doet en even. Dat klopt. Dat klopt. En daarom ben ik hier en gaan we heel veel films kijken, heel veel series en vermaken we ons wel. En we hebben eigenlijk meer gedaan terwijl het rot weer is dan vorig jaar. Vorig jaar was het zondag en toen zaten we eigenlijk heel tijd binnen. Heel veel series gekeken. Films, hè? Oh. Wat voor serie hebben we gekeken vorig jaar? Breaking Bad hebben we gekeken, ja. En Walking Dead? Walking Dead ook, ja? Ik weet niet meer. Alleen maar Breaking Bad eigenlijk. Alleen maar Breaking Bad, ja, klopt. Ja, nou zijn we hier en we maken ons zeker weten. Ik mis wel een beetje thuis, omdat mijn kroelie en mijn ouders wel een beetje. En ja. Ik vind het gewoon wel lekker om even weer een paar dagen weg te zijn en gewoon even iets anders van de wereld te zien. De wereld. Nou ja, ik zie altijd maar het plekje Zuid-Holland en Rotterdam. Maar je hebt de hele wereld. Oh, ik ga naar Limburg. Ja, maar dat is wel weer dat anders dan de hele tijd in de omgeving Rotterdam zitten. Oh, je wordt weer gebeld. Kritiek meisje. Hallo? Doeg. Zwaai je uit. En ze hebben ook gewoon een sticker op de deur geplakt, zie je het? Echt te schattig. Dus dit is een beetje de dag voor mij. We hebben lekker gezwommen dus. En gisteren naar de film geweest. We willen nog naar 3 films. Minimaal. En dat is de Expendables 3. En dat is... even denken. The Fault in Our Stars. Want daar wou Roy heel graag heen. En we wouden natuurlijk naar The Guardians of the Galaxy. Ongelooflijk. Want volgens mij wordt dit echt een hele goede Marvel film. En zit er iets meer comedy in dan wij kennen van Marvel films. Dus ik denk dat Guardians of the Galaxy zeker een toppetje wordt. En dat het gewoon een prachtige film wordt. Willen jullie meer van dit soort updates? Dat ik lekker ga kletsen wat we doen en wat we hebben gedaan. En ik wil vragen hoe het met jullie gaat. Laat weten in de comments. En ik ga het zeker lezen. Ik hoop dat jullie me niet missen, want de video's gaan gewoon door. Sorry. Oprecht excuus. Nee, de video's zijn gewoon gepland. Voor 2 weken. Want ik ben 2 weken weg. Dus jullie zitten zeker niet zonder video's. Ik heb speciaal aan jullie gedacht. Zodat jullie gewoon lekker door kunnen kijken terwijl ik op vakantie ben. En hier maak ik niet zoveel video's. We hebben wel wat dingen geschoten. Dat ik aan het koken was. En dat we lekker maaltijdjes maken en zo. En trouwens echt lekker hoor. Lekker koken voor jezelf. Kan je zelf kiezen wat je wil. We hadden lekker fruitsalade. We hadden gebakken aardappeltjes, we hadden een soort biefstukje erbij. We hadden lekker paprika gesneden stukjes. En lekker met de biefstuk er tussendoor gedaan. Het was gewoon echt formidable. Formidable. Ik zal maar niet gaan zingen mensen, want dat bespaar ik jullie die moeite. Dat jullie dat moeten aanhoren, dat weet je niet. Zo, nou goed. Ik heb genoeg gesproken. Ik weet niet of Roby wat kwijt wil. Maar Roby is aan het bellen, dus dan zou je moeten wachten op de volgende video. En blijf mijn kanaal checken. Bedankt voor het abonneren. Jullie zijn echt fantastische mensen. Leuk dat je de video's kijkt. Ik vind het fantastisch om de comments te lezen. Ook al zijn ze soms niet helemaal positief. Het blijven comments. En jullie blijven mensen. Dat hoop ik. Of jullie stijgen na 10 jaar op. Naar de alien planeet. En dan moeten jullie Clark Kent. Sorry, ik kijk te veel Smallville. Smallville is een serie over Superman. 10 seizoenen. Erg veel afleveringen. Ik denk over de 200. Maar we zijn bij seizoen 4 en het is altijd vet hoe ze bedenken. Hele gave afleveringen. Dus, heb je The Walking Dead nog niet gezien? Breaking Bad, Game of Thrones, Hell on Wheels, noem maar op. Ik heb vast en zeker meer series vergeten op te noemen. Ga die series kijken. Het is lekker om 's avonds te genieten op de bank of in je bed. TV'tje aan,
lekker glas met koude limonade erbij, een lekker beetje chippies. En dan kijk jij gewoon die serie heerlijk op je gemakje. Fantastisch. Maak er wat van voor jezelf en dan zie ik je volgende keer terug. Doei doeg! Oh ja, Breaking Bad shirt.